Kijk, en onze twee auto's staan lekker naast elkaar. Ja, dat is leuk. En ik moet nog wat even overleggen met Ro. Ja. Want als Ro zegt van ga. Zo, zoals jullie kunnen zien, zit ik in de auto. En ik ben al anderhalf uur à twee uur aan het rijden. Zo, zoals jullie zien heb ik dus een witte roos gehaald, eentje. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 2 augustus 2022. Het is nu bijna half 1 in de middag. Ja. En ik heb nog steeds last van deze oor. Deze gaat iets beter. Inie mini pizzi. Zoals Ro dat zou gaan zeggen. Maar dat maakt niet uit. Ro is nou met mijn zus aan het lopen met de honden. Mijn zus die staat nu buiten. Ro die komt even naar boven. En dan gaan we even naar de Jumbo. Ik wil wat halen voor deze camera voor in de auto. Moet ik even kijken bij de Mediamarkt of ze dat hebben. En dan gaan we het zien vandaag. Ik heb sowieso een afspraak buiten de deur. Maar we nemen jullie zoals altijd gewoonlijk mee. Dus wij wensen jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Zo, wij staan weer in de parkeergarage van de Mall of the Netherlands. Kijk, en onze twee auto's staan lekker naast elkaar. Ja, dat is leuk. Kijk, dit is mijn auto. Daar is het. Ja. Dit is Roos' auto. Ja, dat is leuk. Ja, dus we staan weer lekker naast elkaar. Helemaal geweldig, helemaal top. Dus ja, wij gaan even boodschappen doen. Ook erg handig. Ja, en ik moet nog wat even overleggen met Ro. Ja. Want als Ro zegt van ga, dan wordt het voor mij nog een hele zware dag. Ja. Maar daar straks nog waarschijnlijk even meer over. Zo, zoals jullie kunnen zien, zit ik in de auto. En ik ben al anderhalf uur à twee uur aan het rijden. Maar ik ben niet zomaar in een helder. Het is namelijk niet een leuke bijeenkomst, zeg maar. Want mijn lievelingsneef, zijn vader is overleden. Afgelopen 30 juli. Dus ik wil daar wel afscheid van nemen. Dus daarom ben ik ook hier nu in Den Helder. Ik ga niet en bij mijn familie filmen. Ik ga ook niet en bij de afscheid filmen. Doe ik niet. Respect heb ik daarvoor. Dus maar ik wou het jullie wel even mededelen dat ik dus even een hele lange tijd nu niks heb van mij heb laten horen. En dan, ja, dan zien jullie me straks zeker wel. Maar ik ga nu eerst even een stukje omrijden volgens mij. Want ik wil wel eventjes een witte roos hebben. Gewoon één kaartje of gewoon even één. Ik moet even kijken wat ik wil. Ja, en ik moet even omrijden. Ook sowieso moet ik even omrijden. Fijn. Dus jullie blijven nog eventjes gezellig bij mij. Ja, want ik moet sowieso even omrijden. Nou, dan gaan we dat even doen. Omrijden vanzelf, hè. Tjo. En dat even in de melden. Prima. Gaan we even omrijden. Jo, maakt helemaal niet uit, jongens. Vindt helemaal prima. Als mijn focus maar op mijn gezicht blijft. Ik heb ook al een paar keer gezien en dat mijn focus wegvalt op mijn gezicht. Ik heb wat veranderd, maar hij wil ook in één keer wel eens op een andere functie gaan. Ik moet dan nog even weten hoe dat werkt. Voor de rest. Maar nog steeds zie je het doof aan deze oor. Deze gaat ietsje beter elke dag weer een beetje. Maar we gaan het zien. Ik heb koppijn en wil je niet weten, jongens. Echt. Ik heb namelijk ook nog eens een keertje chronisch voorhoofdholteontsteking erbij. Dus gaat goed. Dus, ach ja. We maken er weer een gewoon een gezellige leuke dag van, ja toch?
Meer dan dat kan ik ook niet doen. Nee. Kijk, en ik moet nou toch stoppen, want er is een VOP'tje hier. Dus dan ga ik even lekker mooi stoppen voor. Dat vind ik helemaal niet erg. Vind ik helemaal goed. Ja, je gaat daar naartoe. Helemaal goed. Goed zo. Dus, ja. Dus, ja. Ik ga zometeen even afscheid nemen van mijn oom, zeg maar. Zo, zoals jullie zien heb ik dus een witte roos gehaald, eentje. En ook eens namens Ro geschreven. Dus, ja. Oma Gerard, we zullen je grap en gollen missen. Rust zacht, Lies, Roderick en Karin staat erop. Dus, we zullen hem ook zeker missen. Zo, ik ben weer thuis. Ja, ik lig nu even lekker op de bank, want ik ben echt kapot. Maar dat maakt niet uit. Ik heb hier net al oordruppels in gehad. Nu leg ik het even daar naartoe. Dan heb ik nou daar oordruppels in. Ja. En straks weer even richting Ro. Gewoon even lekker meeten. Dan gaan we met twee auto's weer terug. Ja, joh. Maar dat is alleen maar weer goed voor mijn rijervaring, zeg maar. Ja. Echt wel. Hij? Nee. Niet. En niet naar je oor. Ja, ik weet het, wijfie. Hij, schatje. Hey meisje. Oh ja, krijg ik allemaal kusjes. Nou, niet in mijn nu. Ik vind jou heel lief. Ja, daar mag je wel kussen. Nee, niet in mijn. Kom hier. Hey. Lof, kom eens hier. Lovely. Kom dan. Lof, kom eens hier. Kom. Lof. Hij is aan de kant. Lovely, kom. Dan niet. Heeft geen zin. Denk ik zo. Nee, dat denk ik niet. Zal ik eens kijken. Oh, Lovely. Kom daar, knuffie. Nee. Kijk, dat is aan het doen. Ja, dat is aan het doen, jongens. Spelen met de zus. Ja, ik heb het over jullie. Ja, straks. Niet nu, strakjes. Ja, straks. Ja, kom dan. Kom, knuf. Spiet, ga eens aan de kant. Kom. Lovely, kom dan. Kom hier. Hi. Hey, ga. Goed zo, meisje. Keurig. Ja. Ja. Ja, je bent lief, schatje. Ja, je bent lief. Ja, je bent lief. Oh, wijfje toch, hè. Ja, je bent lief. Ja. Oeh, grappie. Hé? Mama knuffelen, hè. Met mama knuffelen op de bank, hè. Ben je er weer klaar mee? Ben je er weer klaar mee? Wat? En wat moet ik doen dan? Oh, kijk uit. Ja, doe maar. Goed zo, doe maar. Toe, lopen. Wat ga je doen? Wat ga je doen dan? Is dat zo? Is dat zo? Is dat zo? Wat? Nee, en ga spelen met je zus. Kom, lopen. Ik erop. Kom. Ga spelen dan. Ja, yeah. Go. En twee. Ja, en. En dan. Nee, klaar. Dat had ik je gezegd, hè. Die jonge dame. Ja, zijn camera. Gek, hè. Hey. Ja. Dus, nou, ik ga nog even zometeen weer op die andere oor liggen. Ja, je bent lief, schatje. Ja, je bent lief. Ja, je bent lief. Heel lief. Nou, wat ik net al zei, ik ga nog eventjes weer op deze oor liggen. Ik kan het er even uitdruppelen, zoals het behoort. Het is zure oordruppels, dus ik hoop dat dat een stuk beter gaat. Dus ik hou jullie op de hoogte. Oké, ik ga hier wat jullie aan jullie laten zien. Ik weet niet of het me lukt met deze camera. Ik ga er langzaam rijden. Maar ik rijd dus nu op mijn cross 100. Ja, netjes op de cross. En ik rijd daar 95 en ik mag hier 130. Jee. En Ro, die heb ik daar schuin achter me. Jee. Ja, het is tijd om de vlog af te sluiten, mensen. Ja. En dat ga ik lekker nu doen. Samen met jullie.
Dus vond je deze vlog nou weer leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker niet een duimpje omhoog te doen. Hier beneden te abonneren. Doe het belletje aan, dan blijf jij namelijk op de hoogte. Want elke dag om 2 uur is er weer een gloednieuwe vlog. Wie wil dat nou niet missen? Jij toch ook niet? Precies dat. En laat even een, ja, inderdaad, de 4 riddels. Dus duimpje, reageren, belletje en de hele, ik weet het even allemaal niet. Ik ben niet lekker, maar dat maakt niet uit. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen. Ciao.